Hoi, Tsuru met Jens. Ik maak even een vlogje over bewegen. Dat is natuurlijk een hele grote ding in het topsportleven. En ik ga een beetje uitleggen eigenlijk hoe onze week ziet en wat ik het leukst vind. Nou, ik denk dat je het al kan raden, het schaatsen zelf. Maar wij trainen dus eigenlijk van maandag tot en met zaterdag 2 keer per dag. Af en toe 3 keer, maar dan is de derde training wel gewoon eigenlijk uitfietsen. Maar ja, dat duurt wel 3 kwartier, dus dan zie ik het wel een beetje als een training. Dus ja, we schaatsen bijna elke week 2 keer per dag op maandag. En dan hebben we dinsdag weer een ijssessie met een krachtsessie of een fietssessie. Het wisselt een beetje af. En dan is woensdag dus sowieso wel schaatsen wel. En dan of fietsen of een beetje rust heel af en toe. En donderdag weer schaatsen 's ochtends en dan 's middags fietsen. En dan vrijdag weer schaatsen en 's middags kracht. Dus dat is eigenlijk wel elke dag schaatsen als ik het nu even bedenk. En zaterdag is ook altijd schaatsen. En af en toe hebben we wel rust, maar vaak hebben we dan ook wel een fietstraining in de middag. Het ligt een beetje aan hoe de opbouw van de week is. We hebben soms veel zwaardere weken, soms rustige weken. Het ligt een beetje aan of er een wedstrijd binnendoor komt of niet. En voor en na de training is natuurlijk een warming-up van 1 uur voor de training. En na de training heb je een cooldown. Dus dat is sowieso een kwartiertje fietsen, rekken, strekken. Dus dat duurt ook wel in totaal 1/2 uur, 3 kwartier. Dus eigenlijk wonen we wel een beetje op het baan. Ik denk dat we wel, ik denk wel 4, 5, nou 5, 6. Nou, ik weet niet precies. Rond 4, 5 uur per dag op Tiel zijn aan het trainen. Dus dat is een beetje hoe onze week eruit ziet. Het is wel zwaar, maar als je eenmaal in een ritme komt, is het best wel te doen hoor.